023 Sport gaat vandaag over wielrennen. We hebben twee heel bijzondere gasten, vader en zoon. En alle twee kanjers op de fiets. De familie Rasch, dat moet u nog wel wat zeggen natuurlijk uit het verleden. Want ook jouw broer, Mark, was een hele goede wielrenner. Ja. Ja. En jij was een goede wielrenner. Ik was wel landelijk een goede wielrenner. Mijn broer was echt Europees of wereldtopper. Ja. En vader ook trouwens, want daar hebben we het eigenlijk van gehad. Het zit in de genen. Het zit in de genen, ja. Jullie familie is helemaal weg van wielrennen. Ja. Jullie ras is toch door iedereen bekend, denk ik. Ja. Ja, en Jesper, ik had jou verwacht als voetballer. Dat was ook eigenlijk het plan, ja. Voetballer te worden. Ja. Ik speelde bij SV Zandvoort. Toen ben ik na 3 jaar gescout voor AFC Haarlem. Ik wilde ook altijd profvoetballer worden en daar was ik ook wel aardig op weg. Maar helaas ging AFC Haarlem failliet. Voor mij denk ik 1 of 2 jaar te vroeg om echt de stap te maken naar een profclub. Ik was wel aardig op weg, een goede speler. Welk team speelde je toen? Ik was 10, 11, 12 jaar, zo'n beetje. Ja, ja. 19. 19, 11 jaar. Ja, toen ging het failliet. Toen moest ik naar een amateurclub. En daar ben ik een beetje na 2 jaar plezier verloren. Waar was dat? Koninklijke AFC. Heb je daar je plezier verloren? Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Nee, ik speelde al 2 elftallen hoger. dat was voor mij dan het niveau waar een beetje het vergelijkbaar met het profvoetbal wat ik zeg maar speelde bij AFC Haarlem. Alleen een aantal teamgenoten die gingen bijvoorbeeld de avond van tevoren nog uit of iets anders. Vooral op trainingen was niet echt een inzet wat ik wel had. Zo ben ik een beetje het plezier verloren. Ik ging wat meer wedstrijdjes fietsen. Steeds meer fietsen. En na 2 jaar bij HFC Haar of bij Koninklijke AFC ben ik echt heb ik voor de fiets gekozen en dat ging steeds beter. Dus toen heb ik echt voor de. Voor de fiets gekozen. Hoe oud was je toen je echt begon te fietsen? 12, 13, ik denk 14 jaar. Jeetje. 14, 15. En het gaat goed, hè? Het gaat steeds beter. Gaat elk jaar stappen. Dat is je mooiste overwinning? Die is 3 weken terug ongeveer. Dan weet ik welke het is. Ja. De Veenkolonie. Klopt, in Veendam. Dat was mijn eerste klassieker die ik won. Bij de Elite Belofte. Ik heb wel een aantal criteriums gewonnen, maar een klassieker is toch wel extra speciaal. Goed hoor. Nou, het zoekt de overwinning, Mark. Heb jij ook heel wat keertjes gekend, hè? Ja. Ja, dat is heel speciaal. Wat is je mooiste geweest? Mooiste overwinning die ik heb gehad? Nou, ik heb een etappe gewonnen in de Zesdaagse van Antwerpen. Dat was wel heel mooi, want Antwerpen was natuurlijk nog met veel publiek, 10, 15.000 man. En de echte oude Zesdaagse nog. Ja. En de dag in de gele trui gereden. Dus dat was wel heel speciaal. Dat is wel. Voor de rest ik heb een etappe, ben ik 4e geworden in de Ronde van Mexico. Daar stond 200.000 man aan de kant. Wow. Toen werd ik geklopt door Di Luca. En die staat wel hoger aangeschreven als die talloze criteriums die ik heb gewonnen. En natuurlijk, ik heb ook 2 klassiekers gewonnen, een omloop. En ja, dat telt ook wel mee, want dan tel je mee. Ja. Dus als wielrenner is het heel belangrijk om zo'n wedstrijd te winnen. Alleen als je vraagt waar ik het meeste plezier aan heb gehad, dan is bijvoorbeeld die 2e of die 3e plek, Nederlands kampioenschap op het podium. Als het volkslied voor je gespeeld wordt, dat is altijd. Ook nu, als ik de Olympische Spelen kijk en het volkslied is, moet iedereen zijn mond houden. Zit trouwens er nog steeds in. Nou, dat nog niet. Ja. Maar de televisie gaat wel hard. En dat is gewoon speciaal. Als je dat voor jezelf een keer mee hebt gemaakt. Ja. Dat kan me voorstellen, dat moet heel speciaal zijn. Ja. Je hebt ook Bremen, de Zesdaagse, gedaan. En dat was een heel bijzondere, want daar reed de wereldkampioen mee. Die moest daar rijden. Gianni Bugno, ja. Ja, Bremen was een speciale Zesdaagse, daar wilde iedereen eigenlijk wel heen. Want daar kwam volgens mij over 6 dagen gerekend, kwamen daar de meeste bezoekers. Ja. Er werd in de Westfalenhallen was dat volgens mij.
Daar werd ieder jaar werd er gewoon een nieuwe baan ingetimmerd. Want eigenlijk kon je daar gewoon niet fietsen, want die baan was te klein. Dus ze timmerden er zelf eentje in. En die was echt zo verschrikkelijk steil en zo verschrikkelijk korte bochten. Dat je echt wel wat techniek. Je moest echt wel heel veel baanervaring hebben. Dus. Maar Bugno was wereldkampioen geworden. En die moest natuurlijk als publiekstrekker moest hij daar rijden. Maar jullie mochten niet meer zo hard. Nou, die kwam er niet helemaal uit. Moesten jullie echt langzaam? Nou, we moesten er wel een beetje aan denken. Dat Bugno mocht niet op een rondje gereden worden in ieder geval. Dus dat was wel leuk. En het was jammer, want ik moest al na 3 dagen naar huis. Want ik reed met Aard4-auto en die brak de eerste dag zijn sleutelbeen. Dus dan ga je neutraal rijden. En als er op een gegeven moment geen koppengenoot vrijkomt, dan ben je weg. En dat is ook niet meer leuk. Is dat, ja, maar dan heb je heel veel ervaring op de weg. Je hebt ook ervaring op de baan. Wat is nou het grote verschil tussen baanrijden en op de weg rijden? Oké, op de baan is rondjes rijden. Maar en binnen tegenwoordig natuurlijk. Je ziet ze naar boven rennen, naar beneden duiken. En, zeker met die achtervolging. Ik vind het altijd ongelooflijk spannend om te volgen. Soms zijn er zoveel in het spel, dat kan ik ze bijna niet meer volgen. Ja, nou ja, dat was ook mijn specialiteit. Je moet gewoon goed opletten. De baan is veel snelheid hebben. Het grootste verschil is natuurlijk dat je geen versnellingen hebt. Je hebt eigenlijk maar 1 versnelling. Ja. Dus een goede keus, welke versnelling ga ik rijden, die keuze hebben. Meer overzicht en je moet snel zijn. Mensen die niet snel zijn, komen niet uit de voeten op de baan. Op de weg kun je nog wat meer, het is heel explosief, de baan. Mm. En op de weg zie je wel wat meer, wat tijdrijders, wat stoempers en zo. En dat heb je niet op de baan. Op de baan heb je alleen maar flyers. Ja, oké, het is er bovendien over deze, heb je last van wind. Tegenwoordig wel, maar ik heb nog meegemaakt dat, en dat weten jullie vast ook nog wel, dat je in het Olympisch Stadion, als het regende, dan gingen we naar huis. Want dan was het gewoon, dan kon je niet fietsen. Levensgevaarlijk. Dan was het glad. Ja. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk veel mooier met de overdekte wielerbanen. Je kunt altijd trainen, altijd fietsen. Er zijn toch ook enorme snelheden die jullie eraf leggen op die banen? Hoe hard ga je dan wel niet? Ja, maar dat is op de weg niet anders. Alleen, je rijdt natuurlijk op de wielerbaan met een vast verzet. Dus om natuurlijk 70 km per uur te halen, tussen de 60 en de 70 te halen. Zonder versnelling, dat is natuurlijk best wel 60, 70 kilometer. Ja. Jongen. Ja. Jesper, jij hebt je vader natuurlijk gevolgd als wielrenner. Ja, hoe vond je hem? Nou, ik was wel heel klein. Dus ik weet nog 1 wedstrijd. Dat was volgens mij ook zijn laatste wedstrijd op de baan. Dat is het enige wat ik nog kan herinneren. Maar je gaat wel door de plakboeken heen. Ja, zeker. Ik heb wel verhalen hoor je ook wel. Maar echt live erbij, dat was ik niet. Het is heel anders bij jullie geweest. Als jullie een wedstrijd reden, waar dan ook, dan stond het groot in de kranten. Maar tegenwoordig, ik heb jouw prachtige overwinning in die klassieken niet eens gelezen. Er wordt wel aandacht aan besteed, maar ik denk dat er vroeger, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Dat is vroeger. Ja, of 10 jaar geleden was er wel veel meer aandacht voor. Ja. Nou, het wordt nou veel gepubliceerd in die wielerbladen zelf, hè? Maar echt in de grote kranten zie je dat. Nou, ook wel. Dus wij krijgen natuurlijk een overwinning in Brabant. Dat staat gewoon groot in de krant. En een overwinning in de kop van Nederland in Groningen-Drenthe. Dat staat groot in de krant. Alleen onze krant hier in de regio Haarlem schrijft er bijna niet over. Je hebt gelukkig een enthousiaste verslaggever, maar ik denk dat de redactie de grote stukken wel tegenhoudt. En totaal niet weet waar jammer is de vraag naar is. Zegt Jesper, je hebt afgelopen zondag of zaterdag heb je in Dongen gereden. Dronten, ja. Zaterdag. Dronten, zaterdag. Ja. Dat was een koers van 180 kilometer, geloof ik. Klopt. Hoe lang heb je erover gedaan? En wat ik me afvroeg, dat is echt een vraag van iemand die niet exact weet hoe die sport in elkaar zit. Als je nou 180 kilometer vol moet trappen, hoe gaat het in godsnaam als je die laatste 100, 200 of 300 meter nog eens een keer moet sprinten ook? Heb je daar echt nog genoeg adem voor? Wil je dat langzamerhand opsparen om het dan ineens helemaal eruit te gooien? 180 kilometer in je benen, het is nogal wat. En dan nog even een sprintje trekken. Ja, we hebben er 4 uur over gedaan. Dus dat was op zich wel vrij rap. Mijn specialiteit ligt wel in die laatste 300 meter. Maar je bent echt sprinter, hè? Ik merk wel dat ik na 180 kilometer dat het wat moeizamer gaat dan een koers van 150. Raar, hè? Maar afgelopen zaterdag was het eigenlijk niet het tegenovergestelde, maar eigenlijk ging het wel goed. Beter dan andere koersen.
die ik heb gereden, die 180 kilometer waren. Als ik dan ging staan op de pendalen, dan merkte ik echt wel dat ik vrij snel moest gaan zitten, omdat ik gewoon geen kracht had. Ja. Maar zaterdag gooide ik er nog een tandje bij en ging ik eigenlijk nog 20 man voorbij en eindigde ik op kop van het peloton. Dus na 180 kilometer ging het deze keer lekker eigenlijk. Ja. Maar jouw vader kon ook aardig rijden, hè? Ja, die was supersnel. Ja. Die was supersnel, ja. Die werd vandaar ook een beetje die baanachtergrond. Maar die had eigenlijk hetzelfde probleem wat wij met z'n tweeën ook altijd hebben gehad. Tekort aan trainen. Kijk, 180 kilometer is niet erg. Je kan wel 300 kilometer rijden, want je doet met z'n allen. Ja. Dus ja, je hebt allemaal hetzelfde probleem. Ja. Alleen als je natuurlijk renners hebt die de hele dag kunnen trainen, die 100, 150 kilometer per dag trainen, en je hebt een renner die niet meer als 50 kilometer per dag kan trainen, ja, dan maak je wel het onderscheid op die grote afstand. Ja, ja. En dat is mijn probleem altijd geweest en dat is Jesper's probleem ook altijd geweest. Probleem misschien, ja, het is voor hem een probleem omdat hij veel aan zijn studie moet besteden. Maar uiteindelijk denk ik dat je op het beslissende moment aan de kortste eind trekt. Je kunt op je 14e alle wedstrijden winnen, maar dat is nog geen garantie om op je 22e alle wedstrijden te winnen. En op je 22e wordt je afgerekend. Want dan word je prof of niet. Ja. Er is nog nooit iemand op zijn 14e prof geworden. Oh, dat wou ik net vragen. Dus de enige mogelijkheid die jij heeft is om snel prof te worden om inderdaad ook die 180 per dag te kunnen rijden. Maar dat kan pas op je 22e? Nou nee, dat kan iedereen. Kijk, okay. Als je stopt met school, stop je met school. Ja, volgens mij in Nederland vanaf je 16e, 17e kan je stoppen met school. En daar kiezen renners voor. Of die gaan werken en wat meer tijd besteden. Ja. In onze tijd was dat iets gemakkelijker als, tenminste in mijn tijd moet ik zeggen, was dat iets gemakkelijker als nu. Want je moet tegenwoordig om een beetje functie in een supermarkt moet je al HBO hebben gedaan. Ik heb ook een zaak en ik sta met mijn visvergunning te werken. Ja. Dat kon nog, dat hoeft nu niet meer. Ja. Dat kan je niet meer. Dus je moet wel zorgen dat je wat aan school hebt gedaan. Ja. Je voorziet eigenlijk heel Zandvoort van fietsen. Ja. Ja, nou niet heel Zandvoort, maar wel een groot gedeelte. Ja, je bent eigenlijk dus dag en nacht mee bezig. Was, want ik ga nu ook wel eens mee naar de koers, gelukkig. Ja. Vind je het leuk als je vader er is? Bij de wedstrijd? Ja? Ja, het is altijd leuk als er familie komt kijken. Hij had het net over school. Je hebt een heel bijzondere school, hè? Je wilt de journalistiek in. Ja, op de school voor journalistiek zit ik. Wat vind je het leukste? Sportjournalistiek. En dan, dat was eigenlijk altijd de voetbalkant. Maar dat is toch ook wel weer een beetje veranderd naar de wielerkant. En dan met name radio vind ik onwijs gaaf. Om te luisteren, maar ook om mezelf te doen. Nou, ik kom maar lekker langs, joh. Ja. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. He? Ja, het lijkt me hartstikke leuk. Ik kom langs de studio. Je hebt je leukste overwinning verteld. We hebben nu een prachtig voorjaar gehad met Nederlandse wielrenners. Welke vonden jullie het mooist? De Nederlandse winnaars? Ja, alleen met Nederlanders langs. Ja, met Nicky. Ja, goed bezig. Ja, Nicky vond ik schitterend. Ja, schitterend. Oh, ongelooflijk. En Vlaanderen was natuurlijk wel een van de uitschieters. Prachtig, dat is de mooiste toer. Jij ook? Nou ja, ik heb wel genoten van de sprint van, hoe heet die, van Lotto Jumbo? Groenewegen. Van Groenewegen. Ja. En dat is ook een beetje wat er nu aan de hand is. Want ik denk dat er een... laat ik zo zeggen. Jesper, ik kom natuurlijk net bij de junioren vandaan. En daar vertelden de Belgen al dat er een ontzettende generatie uit Nederland vandaan komt. Die zijn er gewoon ontzettend bang voor in België. En zelfs zo erg dat alle Belgische ploegen... Die trekken alle junioren uit Nederland trekken ze aan om het niveau omhoog te gooien. Ja. Dus ze zijn daar echt heel bang wat er nu gaat gebeuren. En wat je ziet dat er gewoon echt jonge jongens zoals Groenewegen en je kunt er nog 10 opnoemen van 22, 23. Die gewoon straks de klassiekers kunnen gaan domineren. En je ziet ook dat je hebt nog een wat oudere generatie. Dus... hoe heet die, Nicky Terpstra, is toch een wat oudere renner. Geesink. En daartussen zit eigenlijk heel weinig. Ja.
Hoewel in de Amstel Gold Race, die Roomportjongen van 25. Maar die valt, vind ik, nog een beetje onder de jongere generatie. Ja, dat is eigenlijk de generatie die eraan gaat komen. Ja. Ja. Een beetje mislukte tijd die ik zelf ook meegemaakt heb. We hebben 5-6 jaar lang hebben we altijd maar op dezelfde verdette. Terwijl het misschien, of misschien waren ze er ook niet, een beetje wat talenten zijn vergeten. Ja. Dus, maar die gaat eraan komen. Het niveau, Jesper heeft 2 jaar geleden veel Europese wedstrijden gereden. En ja, al die Nederlanders die maakten daar wel de dienst uit. En die gaan er nu aankomen. En Dumoulin, die gooi je ook al onder de oudere generatie? Ik weet niet hoe oud hij is, maar volgens mij is hij 27. Maar die zit daar dus inderdaad dus wel een beetje tussendoor. Nee. Zit hij er, is ook laat begonnen. Ja, hij heeft het zeker niet gepiekt op zijn 14e, 15e. Nee. Dus als het talent goed aangepakt wordt nu, goed opgepakt wordt nu, dan kunnen we de eerstvolgende 5 jaar nog wel heel erg verrassend hoge ogen gaan gooien. Een goede jaar. Wielerpeloton. Ik denk het wel. Ja. Hij heeft natuurlijk een zware schoolopleiding gedaan, hè? Die opleiding is niet zo makkelijk. Weinig tijd voor trainen. Wat moet je maximaal trainen om allerlei klassiekers te winnen? Hij heeft er nu 1 achter zijn kiezen, maar... Nou, meer dan hij nu doet. Ja, ja. Ja, dat bedoel ik. Dat is natuurlijk, ligt natuurlijk aan welk niveau klassieker. Maar eigenlijk moet je wel gemiddeld zo tussen de 12 en de 15 uur kunnen maken. Ja. En in de winter is dat soms nog wel meer. Als je het kan doen met 10 uur training, ja, dan is dat natuurlijk ook prima. Mm-hmm. Eigenlijk nog wel beter. Want waar is de grens? Als je nu al op je 20ste 20 uur moet trainen, wat ga je dan over 2 of 3 jaar? Als je echt die wereldtop wil halen, hoeveel ga je dan trainen? Dus, ja, jullie samen? Niet meer. Niet meer. Dus je zit ook niet op het scootertje voor? Nou, nog niet, daar ben ik mee bezig. Ja. Ik had een scooter willen kopen, maar die gaan niet hard genoeg. Dus, zo dus dat is het. Het scootertje moet al gauw tegen de 60 aan kunnen rijden. Ja. Om echt goed achter de scooter te trainen. Het is al. En in mijn tijd kochten we natuurlijk een brommer. Ja. En die liet je even opvoeren. En dat was voor de rest... als oma agent daar stond, dan kende je uit de krant of uit de regio en die stak zijn hand op en het was goed. Ja, nu heb ik al meegemaakt dat als hij 51 loopt, dat je terug naar het RDW kunt. Dus we zijn bezig met een motor te kopen, die dan 70, 80 gaat, zodat hij ook tegen wind dat hij wat meer kan. Ja, maar mag hij weer niet achterrijden natuurlijk op een motor? Niet op het fietspad. Niet op het fietspad. Nee. Maar we rijden op de weg dan. Ja. Ja. Oh, dat is prachtig zeggen. Ja. Dus dat is steeds moeilijker. Nou ja, in onze tijd waren er ook al een hoop die achter de motor. Omdat je hebt natuurlijk even, hij loopt wat rustiger, maakt wat minder herrie en dat soort dingen. Dus dat werd ook wel vaak gedaan. Alleen daar zijn we nu mee bezig. Dus Groenewegen die traint op die manier, hè? Zijn vader rijdt voorop. Ja, maar die is zwaar opgevoerd. Ja. En dat wordt steeds meer een probleem om daarvoor... Die zit recht achter en op een gegeven moment geeft hij zijn vader een brul en dan duikt zijn vader weg. En dan moet hij op eigen kracht verder. Dan komt hij 100 meter verderop, komt hij er weer voor, kan hij even uithijgen en weer door. Ja. Dat is leuk om te zien, hoor. Prachtig. We hadden de vader en de zoon Ras in onze uitzending van 023 Sport. Of moet ik eigenlijk zeggen, NL Sport. Maar over dat wielrennen kun je natuurlijk uren door blijven praten. Dat kun je op zo'n filmpje als wij nu aan u laten zien niet doen. Maar we bedanken u hartelijk voor het kijken.